Goedendag, welkom bij Op de Bok. Live zijn we vanuit de studio van TV Valkenburg. Het is een speciale uitzending vanwege de recente politieke ontwikkelingen en de val van de coalitie. Gisteravond nam, misschien heeft u dat gehoord, wethouder Claudia Bisschops van het CDA per direct ontslag. En daardoor is nu een totaal nieuwe situatie ontstaan. We hebben twee gasten aan tafel. Ik stel ze voor. Chef Kleine, hij is fractievoorzitter van de Valkenburgse Seniorenpartij, VSP. En tegenover hem Niels Douwe, fractievoorzitter van AB, het Algemeen Belang. Ja, en we hadden ook graag de fractievoorzitter van het CDA hier aanwezig gehad, de heer Mart Knubbe. Maar hij heeft mij laten weten dat om hem moverende reden hij niet wenste deel te nemen aan deze uitzending van Op de Bok. Ja, nou, dat vinden we dus, en dat is gezegd, heel jammer. Niels Douwe, laten we beginnen met het laatste nieuws. Dat is echt heet van de naald. Wij mogen u feliciteren. Ja, nog niet helemaal. Uiteindelijk gaat de raad over de benoeming van wethouders. Maar inderdaad, ongeveer een uurtje geleden is bekend geworden dat ik voorgedragen word als nieuwe wethouder in een nieuwe coalitie. Maar misschien vooraf toch één punt. Ik had me vanavond heel erg verheugd op een debat met het CDA. We hebben een breuk met het CDA. Ik heb geen breuk met de heer Kleine tegenover me. En ik vind het gewoon jammer. En ik denk ook voor de Valkenburgers die ik hoop massaal zitten te kijken. Tot CDA geen tekst en uitleg wil geven over hetgeen gebeurd is. Ja, ik moet even wel corrigeren. Zij waren in principe, was de heer Knubbe zegt niet dat hij geen tekst en uitleg wilde geven. Maar ik denk dat we moeten respecteren dat hij om hem zijn moverende reden hier niet aanwezig kan zijn. Nee, goed, uiteindelijk respecteer ik dat ook. Ik geef u alleen aan dat ik het jammer vind. Ja, dat vind ik ook jammer. Dat vinden wij natuurlijk ook jammer. Ik misschien niet, dan zal ik hier misschien niet gezeten. Hoezo? Ja, misschien was het dan. Misschien mogelijk dat ook gekund. Dat we via een verbinding toch iets tot stand hadden kunnen brengen. Dus. Laat ik even het nieuws afmaken. Hè, want om 6 uur is bekend geworden dat u, Niels Douwe, voor een halve FTE wethouder wordt. En dat er nog een wethouder bij komt. En dat zou dan Jan Vermeer moeten zijn van de VVD. Ja, dat klopt. Ja. Nou, eerste reactie maar, chef Kleine. Nou, kijk, ik ben niet zo verrast. Het staat al langer in de pijplijn, denk ik wel. Ik ben ook niet verrast dat er zomaar een coalitiebreuk is gekomen en dat per se om de Polvermolen ging. Ik denk dat stukje van de Polvermolen, dat was misschien de druppel die de emmer deed overlopen. Want om tekst en uitleg te vragen aan de raad en het college over een partij die een voorstel heeft over de Polvermolen zonder dat daar besluitvorming aan ten grondslag ligt, laat je geen coalitie opvallen. Nee, dat klopt, maar daar komen we straks nog even op terug. We willen toch even terug naar de wethouder Jan Vermeer, Niels Douwe. Gisteren heeft u zelf nog de vraag gesteld binnen de raadfractie van of er iets van bekend was. Ja, klopt. Het is wel snel gegaan, meneer Douwe. Was dat al redelijk lang dat u daarover mee bezig was of is dat iets wat pas na de breuk heeft plaatsgevonden? Ja, heel nadrukkelijk na de breuk, maar we hebben elkaar snel gevonden, veel met elkaar overlegd de afgelopen 2 weken. Gisteravond hadden we ook een heel ander agendapunt, dat heb ik de heer Kleine ook gisteravond verteld. Gisteravond ging het over het opzeggen van even het vertrouwen in het CDA. Even voor de kijkers thuis, die het niet hebben meegegeven, gisteravond was dus de raadsvergadering. Ja. En daarom dat we daar gisteravond niet op zijn ingegaan en vandaag zijn we er met elkaar uitgekomen en er komt dus een nieuwe coalitie tussen Algemeen Belang, PGP en de VVD. Ja, maar leg even, voordat we dan verder gaan, hoe gaat dat dan? Want u zegt, we hebben er nog niet eerder over gesproken. Is dat dan in een uurtje beklonken of nee, hoe gaat dat? We hebben er de afgelopen 2 weken over gesproken. Ah, toch wel. Dus op 25 februari hebben we bekendgemaakt, AB, PGP, dat we het vertrouwen zouden opzeggen in coalitiegenoot CDA. En daarna hebben we direct die avond ook al contact gehad met de VVD. Dus u hebt de 25e al erover gesproken? Ja, de 25e hebben we erover, ja. Dat is u ook bekend. Vorige week? Nee, 25 februari hebben we erover gesproken, dat is u ook bekend, meneer. Maar dat is een week geleden. Nee, dat klopt, maar dat is u ook bekend, want we hebben die avond ook... Dat is 2 weken geleden. Dat is niet 25 februari, 2 weken geleden. Het is nu 10, hè? Ja, dat is 2 weken geleden. Nog 2 weken, ongeveer 2 weken. Maar laten we daar geen discussie over voeren. Wat hierbij wel opvalt is natuurlijk dat u zegt, nou, we zijn er mee bezig geweest en u sluit ook niet uit, dat suggereert dat u al eerder hiermee bezig bent geweest. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ik heb u gezegd, we zijn er nu 2 weken met elkaar intensief in gesprek. Bijna iedere avond hebben we contact met elkaar gehad en we zijn tot een akkoord gekomen. Maar wat ik wilde vragen is eigenlijk, ik had me kunnen voorstellen dat u, we zitten toch in democratische bestel hier, dat u dus in eerste instantie bij
meneer Kleine te raden was gegaan. Hij had beslotverrekening naar CDA en kwam hij, dacht ik, als grootste partij uit de verkiezingen. En je hebt helemaal geen contact met hem gehad. Ik kan het op heel veel punten vinden met de standpunten van de heer Kleine. Hij draagt echt wat bij in de Valkenburgse politiek en er zijn heel veel standpunten waar ik in mee kan gaan. Hij komt ontzettend op voor de mensen in het sociaal domein, maar, sociale werkvoorziening. Allemaal goed, maar die Polvermolen, daar is het water heel diep tussen onze partijen in. Hij roept al jaren, de 7 jaar dat we hierover spreken, roept de heer Kleine, Polvermolen moet in alle facetten behouden blijven. Ja. Wij hebben gezegd, niet zo. We moeten ook naar het geld en de mogelijkheden kijken. Maar je ziet wel dat hoe groot de impact is van de VSP met betrekking tot de Polvermolen. Want als de VSP daar niet geweest was, dan was die Polvermolen al 3 jaar geleden misschien gesloopt geworden. Wij hebben het CDA altijd een andere richting opgedwongen. Het CDA heeft altijd voorgestemd om de Polvermolen te slopen. En nu komen ze dan met een zogenaamde partij, met een partij die dus de Polvermolen overeind wil houden. Maar even terug naar de wethouder. Ik kan me voorstellen dat u heel erg teleurgesteld bent dat ze niet met u in gesprek zijn gaan, dat u misschien, je hebt toch ook verslotrekking 4 jaar bestuur. Nou, ik vind dat zeker jammer. Zij maken die keuze. En ik vind het ook een hele rare keuze. Want het lijkt wel of ze het paard van Troje naar binnen gehaald hebben met wethouder Jan van Meer. Dat meen ik echt hoor. Want ik vond dat echt een goede wethouder. En iemand die van de dagen geroepen heeft, ik kom nooit meer terug in de Valkenburgse politiek toen hij gestopt was. Hij was kwaad op de VSP, want wij waren schuld dat hij de verkiezingen verloren had vanwege dat wij nogal fel ageerden. Dan hebben we het over 3 jaar geleden. Tegen het parkeervergunningssysteem. En hij heeft het overal geroepen, ook als je hem tegenkwam, ik kom nooit meer terug in de Valkenburgse politiek. Maar meneer, en nu als een duweltje uit het doosje komt hij tevoorschijn. Kleine, en ik ga u zegt het meneer Dolven mij vertellen. Dat het pas van 2 weken geleden is dat ze om tafel gezeten hebben. Nou, daar geloof ik niks van. U heeft op geen enkel moment meegesproken over een nieuwe coalitie? Nee. Kijk, ik weet uit ervaring, de VVD wou op het plus zitten. Ik kan me niet voorstellen dat men de VVD, met de VVD om tafel is gaan zitten, omdat ze de afgelopen 3 jaar... Zo goed zijn geweest. Want de VVD is 3 jaar lang niet in velden of wegen te bekennen geweest. Maar ze heeft totaal geen politiek bedreven. Nee, ze hebben alleen wat aan het erbij gezeten. Maar past misschien nu wel beter in een nieuwe coalitie? En dat komt AB natuurlijk goed uit. Tuurlijk, het CDA, daar valt veel over te zeggen. Ook niet overal mee eens zijn. Maar zullen we meneer Dauvens even laten reageren op wat u zegt? Hoe komt het, meneer Dauvens, dat u met die VVD, zoals meneer Kleine schetsen, die zijn toch eigenlijk ook onzichtbaar geweest, dan wel hebben wat gedraaid? Op de eerste plek vind ik het heel gek dat de heer Kleine hier zegt dat de VVD onzichtbaar is geweest. Want een week geleden heeft hij samen met de fractievoorzitter van de VVD voor TV Valkenburg nog het openbaar toilet zitten poetsen. Wat toch ook een politiek item was. Dus wat dat betreft niet helemaal onzichtbaar. Meneer Kleine. Nou, 3 jaar mag het wel een keer. En daarnaast, de VVD heeft ook 3 jaar geleden het coalitieakkoord wat we toen hadden met AB, BGP, CDA, heeft de VVD toen mee onderschreven. Dus het is een hele logische dat we dan naar VVD stappen, want de heer Kleine heeft dat coalitieakkoord niet mee onderschreven. Maar dan moet u me toch eens even uitleggen. Gisteravond de raadsvergadering, hè? Het was een draaitol, de VVD. Hè? Eerst onderschreven ze de brief wat wij met 3 fracties geschreven hebben aan de rest van de raad. En aan het college om die partij nog eens tekst en uitleg te laten geven. Die partij, dus, daar bedoel je die investeerde, die zich 5 voor 12 En daarna zeggen ze zo, maar we waren toen nog op die avond tot het juridisch inzicht gekomen. En dat het financieel een onhaalbare kaart was, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ze hebben volmondig die brief weer ondertekend. En dat wij dan een uur, anderhalf uur daarna een mail van u krijgen, net een mail krijgen. We hebben de stekker uit de coalitie getrokken. Wij gaan een extra raadsvergadering beleggen op 10 maart. Samen met de VVD. Dat heb je helemaal niet nodig, meneer Dauvens. U bent groot genoeg om een raadsvergadering zelfstandig te beleggen. Misschien dat u dat kunt toelichten. U had inderdaad de VVD niet nodig gehad om die raadsvergadering op te roepen. Was u toen al zover dat u samen met die VVD en PGP al in gesprek was om tot een nieuwe coalitie te komen? We hebben die avond direct geschakeld met de VVD. Maar u vraagt nu begrijpelijke vragen over hoe de VVD in deze wedstrijd staat. Ja. Dan had u mij niet moeten uitnodigen, maar iemand van de VVD. Maar u hebt die
wedstrijd meegespeeld. Hè? U stond mee op het, op het elfde, op het voetbalweide, om het zomaar te drukken, uit te drukken. Nee, zeker. Omdat het water is dieper tussen Algemeen Belang en de VSP als tussen Algemeen Belang maar, en de VVD. Maar nogmaals, de VVD was gisteren draaien, want ze blijven achter die brief staan. Dan even terug naar gisteravond, de PGP. Die komt met een voorstel om een rekenkameronderzoek te laten doen. Daar komen we straks nog even op terug. Ja, maar als dat gaat plaatsvinden, dan vind ik dat de VSP zijn werk heel goed gedaan heeft. Want iedereen wil nu toch weer ergens weer aan vasthouden. Kijken of er een kans bestaat om de zwemvoorzieningen bij de Polvermolen open te houden. Want anders laat je geen rekenkameronderzoek doen. Goed, maar ik stel voor dat we dit nu even laten. En dat we straks van u gaan horen of er al meer duidelijk is over portefeuilleverdeling. Hoe dit nu verder gaat. En dat we eerst even teruggaan naar het begin van de val van de coalitie. Wat iedereen zich namelijk zo langzamerhand afvraagt, was deze val nou onvermijdelijk? Ja, laat me één ding heel glashelder hier zeggen. Wie na 7 jaar van vergaderen, 80 vergadermomenten, 2 aanbestedingsrondes, diverse onderzoeken, wat echt ontzettend veel geld heeft gekost. Hoe lang, over wat voor periode? 7 jaar. Op 11 november 2014 was het CDA samen met D66, die als eerste in de Valkenburgse gemeenteraad een motie indiende, het CDA let wel, een motie indiende om een bezuiniging binnen de Polvermolen te bewerkstelligen. Dus het heeft 7 jaar geduurd. En is het dan dus de val van de coalitie waardig? We nemen eindelijk een besluit in december. Eindelijk was voor iedereen in Valkenburg aan de Geul duidelijk, het zwembad gaat dicht per 1 januari. En op 1 januari... Niet wij, hè? Nee, u heeft tegengestemd. Nee, dat is een goede... Het was geen unaniem besluit, maar het was wel een besluit van de meerderheid van de gemeenteraad. En dan kon het CDA op 1 januari ons vertellen een radar te hebben gevonden. Als je na 7 jaar... na diverse onderzoeken, na 2 aanbestedingsrondes nog met een radar komt, dan denk ik dat je een sprookje vertelt, want dan had die radar zich maar wel eerder gemeld. Daar wil ik toch iets tegenover stellen. De heer Knubbe heeft gisteren een verklaring afgegeven in de raadzaal en hij zei van het CDA? Van het CDA, de fractievoorzitter. En hij zegt van ja, maar wij hebben herhaalde malen aangegeven dat we heel veel moeite hebben met dat dichtgaan van het zwembad. Nou komt er 11e uren nog een nieuwe kandidaat, een investeerder. En wij hebben gevraagd om dat te laten onderzoeken. De raad zegt, oké, dat gaan we dus doen. Dat wordt dus doorgestuurd naar de ambtenaar en het college heeft terug van nee, dat is niet goed. De vraag is alleen dan toch wel, waarom heeft u meneer Knubbe niet de ruimte gegeven, het CDA, om dat alsnog in de raad te bespreken? Want als het al 7 jaar duurt, dan zal die 2 weken toch ook niet de breekpunt hoeven te zien. Wat is daar, wat ligt daarachter? Het is natuurlijk heel vreemd als je op 14 of 16 december een raadsbesluit neemt. Daar is het CDA is ervoor om het zwembad te sluiten en 2 weken later komt het CDA ineens met een radar op te proppen. Terwijl die radar al in... kunnen zetten en als die gezet is... En die radar was bij het CDA in november bekend. Maar even... 27 januari hebben we als fractievoorzitters bij elkaar gezeten. Toen is dat aan de orde geweest. Toen kwam dat voorstel. En daar ben jij ook bij geweest. En is het college ook bij geweest. En dan hebben wij gezegd, en hebben we eigenlijk gezegd, en toegestemd dat die partij het plan mocht verder uitwerken. En dat wij dan daar later dat voorgelegd zouden krijgen. En we hebben zelfs €15.000 uitgetrokken. Om het zwemwater niet te lozen. Ja, dat doe je dus niet. Dat zijn we dus als jij een partij... En ik begrijp, u bent gaan kijken en daar zit nog steeds water in. Dus er is maar nog niks gebeurd. Als je een partij een kans geeft om iets uit te werken. En je geeft €15.000 uit voor het zwemwater niet te lozen. Dan wek je een bepaalde hoop bij een partij. Ja. Dat hebben jullie gedaan, dat hebben wij allemaal gedaan. Ja. Daar kan niemand nog heen, daar kan maar je woord Spaans tussen. Mijn vraag was eigenlijk, was dit het nou waard, hè, dat de coalitie is gevallen? Waren er al heel veel irritaties? Ja, dit is natuurlijk niet de eerste keer. Meneer Martens heeft vorige week bij u een glasheldere analyse gegeven. René Willems heeft dat ook gisteren gedaan in Dagblad de Limburger. Die analyse is glashelder, is door buitenstaanders gemaakt. Op meerdere momenten werden wij daarmee geconfronteerd dat het CDA een andere koers vaart. Dat mag, dat mag ook in een coalitie. Maar het is wel fijn als je dat als coalitiepartner op voorhand weet. Net zowel als dat Jeff Kleine ook graag op voorhand weet wat de oppositiepartners doen. Ja. Dat lijkt me een hele normale politieke moris. Ja, maar toch, dan kom ik nog even terug. Want als je als CDA, want dat is zoals die CDA er tegenaan kijkt. Zeg van ja, maar
als wij dan toch overtuigd zijn dat er nog een kans ligt die dichtbij komt, datgene wat wij willen en wat de VSP eigenlijk ook wil openhouden, die handel. En vanuit de verantwoordelijkheid die ik heb als raadslid of als raadslid van het CDA, het duaal stelsel zegt van nou, wij zijn daar om te controleren, om de inwoners daarvoor op te komen, om kaders te stellen. En je bent zo van overtuigd dat dat een goed plan is. En je krijgt bij je vrienden, bij je politieke vrienden, CDA, PGP en AB, daar de ruimte niet meer voor. Ja, wacht heel even, meneer Martens. We hebben die ruimte wel gegeven. Hè? We zijn dat plan gaan onderzoeken. Meneer Kleine haalt het aan. Dat heeft €15.000 gekost. En er werd ook al heel snel duidelijk dat die plannen juridisch niet haalbaar zijn. Als we ook maar één stap meer hadden gezet, dan gingen we in tegen de aanbestedingswet. Ja, en als de heer Kleine of de heer Knubbe dan wil dat de raad weer een aanbestedingsronde start, dan moet men niet via de achterdeur ons gaan lopen mailen, maar dan moet men een raadsvergadering bij elkaar roepen dus en dan moeten we het daarover hebben. Maar juridisch niet haalbaar, dat zegt u, dat zeggen een aantal ambtenaren, waar het college achteraan huppelt. Hè? Waar het om gaat is, het voorstel is in feite voorgedragen door de secretaris van het CDA. Die heeft het eigenlijk naar buiten gebracht, want ik vind ook de rol van ex-wethouder Bisschopsgraaf niet heel zuiver in. Want op 27 januari heeft wethouder Van Kan en haar gevraagd aan welke kant ze staat. Staat ze aan de kant van het CDA of staat ze aan de kant van het college vanwege het feit dat die inbreng van die kant is gekomen? Dat vind ik een hele rare constructie. Zegt u nu dat dus nadat het besluit is genomen, het CDA zelf een investeerder heeft aangedragen? Zegt u dat? Nee, de partij is aangedragen door het CDA, maar ik weet ook uit de wandelgangen dat de aandrager in feite de partner is van wethouder Bisschops. Kunt u dat bevestigen, meneer Daal? Nou, het is niet mijn gewoonte om in te gaan op geruchten uit de wandelgangen. Ja, maar je weet wel hoe het zit, toch? Nou, het CDA is met een partij gekomen en we hebben gekeken naar de plannen van die partij. Daar heeft ook een extern juridisch bureau, niet alleen onze ambtenaren, maar ook een extern juridisch bureau naar gekeken. Welke partij is het eigenlijk? Dat mogen we niet zeggen. Nee. Kijk, die partij kan er zelf voor kiezen een en ander openbaar te maken. Maar ja, dat is natuurlijk ook informatie die wij allemaal zouden willen weten. Terwijl ik door collega raadslid Wim Meers op de vingers getikt, ik had een bepaald bedrag genoemd. Ja, ja. En dat mocht niet, maar tijdens diezelfde vergadering heeft Niels Douwe ook geciteerd. Want hij zei, het zwembad was maar beperkt opengesteld voor de Valkenburgse bevolking. Ja, dat heeft ook wel ergens gestaan. Maar dat is intern, weet je dat. Maar de mensen, de inwoners die dus die politiek volgen, die kunnen dat natuurlijk niet volgen. En die vragen terecht van, ja, maar is dit nou, maak nou bekend wie het was en wat erin staat. Dan kunnen we dat mag ik niet. Maar wat ik begrepen heb, u weet het wel als fractievoorzitter. Ik weet heel duidelijk wat erin staat. Alle fractievoorzitters weten. Misschien even toch duidelijk. Wat ik begrepen heb, is dat het college die partij heeft opgeroepen. Ja, maak nu je plannen openbaar. Ik had ook gisteren in de raadsvergadering, had ik CDA als partij die de plannen aandraagt, ook willen uitdagen in tweede termijn van maak die plannen nu openbaar. Maar na de eerste termijn is de hele CDA-fractie opgestaan en naar huis gegaan. Dus die discussie hebben we niet kunnen voeren. En wellicht tot in de komende dagen, tot die plannen toch nog openbaar gaan worden. U maar heeft het college alles openbaar gemaakt wat ze aan die partijen... Ja, het college mag ook niet openbaar maken wanneer men verwijst naar plannen. Maar daarom was het goed geweest. Daarom was het goed geweest als die partij de kans had gekregen om het te presenteren aan de hele raad. Ja, maar en aan het college. Waarom zeg ik dat? Ja. Iedere fractie heeft mensen met bepaalde deskundigheid. Hm. Ik heb iemand in mijn fractie zitten die is juridisch onderlegd. Meneer die kan Kleine, niks vertellen. Is nu voorbij. Die situatie is nu voorbij. Het is afgesloten. Er komt een nieuwe coalitie. Mijn vraag is, hoe gaat het nu verder? Ja, hoe gaat het nu verder? Dus de vraag is, hoe gaat het dan verder? Dus het presidium moet zich nu gaan buigen over een opdracht aan de Rekenkamercommissie. En de Rekenkamercommissie, die moet dan, dat is een zelfstandige organisatie, die moet dan ja zeggen of ze dat gaan doen. Ik ga ervan uit dat ze dat doen. Ja. En maar dat is al eerder gebeurd, toch? Ja, maar die ging het over de expertise en zoiets vroeger. Nu gaat het echt over de voorstellen, de varianten, de scenario's die de afgelopen tijd naar voren zijn gebracht. PGP die wil maar 4 maanden, die wil er heel gauw vanaf zijn. Ik wil het toch even weten, want we hebben nog niet te veel tijd meer. U hebt nu een mail geschreven en daarin verzoekt u
om gedurende dit onderzoek alle werkzaamheden die in de afbraak van de zwembad een relatie hebben, om die te stoppen. Ja, tuurlijk. Kan dat, meneer Douwen? Ja, meneer Kleine loopt ook al heel wat jaartjes mee in de politiek. En u weet ook, als we dat willen besluiten, als we dat willen stoppen, want er ligt nog steeds een genomen raadsbesluit, dan moet u een raadsvergadering bij elkaar roepen. En met het sturen van een mail naar een college, ja, dan kan ik ook iedere dag een mail sturen. Als het college dat zou gaan uitvoeren, kan niet. Dan moeten democratisch genomen raadsbesluiten zijn. Maar waar even, ik heb gevraagd om de sloopwerkzaamheden die eigenlijk pas in juli kunnen starten, zolang, want dat hebben we afgesproken, zolang blijft de Polvermolen overeind, moet je de raadstukken nakijken waar je ja tegen hebt gezegd op 14 december jongstleden. En waar het ons om gaat is, want dat heeft met pompwerk en zoiets te maken. U wilt het stoppen zetten zo. Want die 14.000 euro hoef je maar één keer uit te geven. Dan moet iemand dat waterlozen. Dus dat kan je. En als het dan een half jaar later is, dan kost dat niet ineens meer. Ja. Want ja, zo'n bedrijf houdt daar rekening mee. Nee, niet dat ik denk. Nog even verder kijken, wat zijn de gevolgen? Ik wil ook een concrete vraag aan u stellen, meneer Douwen. Wat zijn de gevolgen? U bent lid van het CDA. Ja, ik mag even mijn vraag stellen, hè? Want u bevestigt dat u lid bent. En ja, als u nou heel extreem wil denken, dan bent u als lid van de CDA mede verantwoordelijk voor het wegsturen van een collega, CDA-lid zijnde, mevrouw Bisschops. Hoe zit u daarin? Nou, ik ben als lokaal politicus lid van een landelijke partij, maar ik zeg u hier en nu dat ik mijn lidmaatschap aanstekend heroverwegen ben, want de manier waarop het CDA in Valkenburg heeft geacteerd, dat is niet de manier waarop ik Niels Douwen politiek wil bedrijven. En het zou zomaar kunnen zijn dat binnen de komende dagen ik geen lid meer ben van die partij. Het zou kunnen, u overweegt het? Ik ben het aanstekend overwegen, ja. Dus u gaat uw lidmaatschap opzetten? Ja, ik ben landelijk lid. Zoals meneer Kleine landelijk lid is van een vakbond. Ja. Ik bedoel, dat kan. Hè, dat is toegestaan. Maar op dit moment denk ik zelf van ja, eigenlijk wil ik op die manier. Wat betekent dat voor uw politieke carrière verder? Nou, ik ben niet zo met mijn politieke carrière bezig. U hebt vanavond gehoord dat ik nu word voorgedragen als wethouder. Dat vind ik een hele mooie stap. Ik ben nog erg jong. En dat moet ik eerst maar eens goed zien te doen. En daarnaast heb ik ook gewoon een mooie baan. Ja. Een paar jaar geleden stond u kandidaat voor de Provinciale Staten. Ja, voor het CDA. In 2015, toen was ik ook een stukje jonger. En ja, als je jong bent, iedereen leert. Laat het me zo zeggen. Nee, er is niks mis mee. Maar het hoort wel bij u als persoon. Met de kennis van nu had ik wellicht toen ook een andere keuze gemaakt. Ja. Maar dat is achteraf praten, dat is altijd makkelijk. Ja. Naar de toekomst kijken, nog antwoord vragen wat mevrouw Wassing dus aan u heeft gevraagd. Hoe ziet u de verdere toekomst in? U wordt nu vriendje met het CDA, u gaat samen oppositie voeren. Wij zijn nog niet zo gauw vriendje met iemand. Wij zijn een oppositiepartij en wij kunnen dat ook. Die ervaring hebben we. Het CDA is nu ook veroordeeld dat de oppositiebank is. Natuurlijk, als je ergens kan samenwerken, dan gaan we dat vooral doen. Maar we zullen vooral onszelf blijven. Kijk, en het CDA, hoe je draait of keert, is toch wel een echte bestuurderspartij. Huh? Ze zijn gehecht aan de pluche. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik ben hier al 15 jaar raadslid in deze gemeente. Ik zit er 15 jaar in de oppositie. Dus u gaat door zoals het ging. Ik ben principieel. Wij blijven onze eigen weg volgen. Wij zijn constructief kritisch. Maar wel to the point. En we gaan de discussie niet uit de weg. Dat hebben we gisteravond ook bewezen. We gaan er vol in als het moet. We gaan dat niet uit de weg. We blijven wel fair. We spelen ook niet direct op de man, we hadden eens gezegd, kleine speelt op de man, nee, pure onzin. Als mensen iets verkeerds doen, zal ik ze daarop aanspreken. Al daarvoor ook werkte. Ja. Niels Douwen wil ik ook even vragen, want u bent dan voorgedragen als wethouder, samen met Jan Vermeer van de VVD. Hoe gaat dat met die portefeuilleverdeling? Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Nee, maar daar wordt ook al sinds 25 februari over gesproken. Ja, ik hoorde u in het begin van dit gesprek zeggen dat het allemaal al wat snel ging. Dus we zijn er nog niet helemaal uit. En we gaan morgenavond weer verder met elkaar in gesprek. Waar gaat u voor? Nou, ik ga nergens voor. We moeten eerst kijken hoe we de portefeuille goed verdeeld krijgen. Maar we weten in ieder geval dat die collega Vermeer zal gaan voor financiën en economie. Want dat heeft hij in de krant al als piketpaaltjes. En parkeren niet? Zou die niet voor parkeren gaan? Dan kan hij nog wel maar een discussie met hem voeren. Kunt u dat bevestigen dat meneer Vermeer voor financiën en economie gaat? Want dat heeft hij aangegeven. Dat heeft in de krant gestaan. Maar als u dat bevestigen wil hebben, moet u meneer Vermeer even opbellen en aan hem vragen of hij dat wil hebben. Maar u weet dat toch? U zit toch met de heer Vermeer aan de...
dat is zo typisch, hè. Je weet dat toch? Waarom geeft hij daar geen antwoord op? We zijn er nog niet helemaal uit over de exacte portefeuilleverdeling. Daarom, ik weet 100% zeker dat hij daar langer loopt. En dat die contacten daar al langer zijn geweest. Hij ontkent dat, maar dat is gewoon zo. Want de heer Vermeer die zegt zo, ja, ik ga het wat rustiger aandoen. Ja, ik word 70 jaar, ja, amahula. Dat was. Wel 70 jaar. Ja, kijk, je moet eens even kijken naar de verschillen, wat er nu zijn. Hè. AB heeft 5 raadsleden. Ja. En die 2 anderen hebben 5 tezamen. Terwijl de verdeelsleutel vroeger heel anders was. En het CDA heeft met nadruk erop gehamerd dat AB maar 1 wethouder zou leveren in die periode van de afgelopen drie jaar. Dat zijn de afspraken geweest. Mm-hmm. AB wou graag 2 wethouders leveren. Ja, nu krijgt ze weer een kurs dat Vermeer zegt, ja, ik ga het wat rustiger aandoen. Ik heb het gevoel dat u niet echt beste vriendjes met Jan Vermeer bent. Nee. Maar is dat een politieke zin? Nee? Dat is politieke zin. Uh-huh. Omdat ik houd van eerlijkheid in de politiek. Oké, maar dat heeft u uitgelegd. En dit is het geval. Ja. Wanneer is wel duidelijk welke portefeuille u krijgt en de rest naar Jan Vermeer? Wij hopen daar in de komende weken over te kunnen berichten. Ja, en wanneer wordt u dan beëdigd? Ja, we koersen op eind maart, begin april, daar koersen we op. Dat is over twee, drie weken. Ja. Mm-hmm. Dus het wordt dat is best rap. Ik heb ook begrepen, dus als die coalitie dus nu rond is, dat erop inhoudt, ten aanzien van de postvermolen, VVD en RB verder geen problemen meer hebben. Dat betekent dus dat de postvermolen nu definitief dicht gaat. Dat was al definitief in december en dat lijken we met z'n allen nu te vergeten, omdat er partijen zijn die met een nieuwe partij komen. Maar in december hebben we definitief beslist, behalve meneer Kleine, maar we hebben definitief beslist, de stop gaat uit de postvermolen. Dus na 7 jaar vergaderen. Dus het water gaat nu weglekken. Maar waarom stemde hij dan gisteravond in met een rekenkameronderzoek? Want dat biedt weer altijd kansen en hoop voor mensen. Nee, dat weet hij ook, meneer Kleine. De rekenkamer kijkt of de gemeenteraad de juiste procedures heeft gevolgd. De rekenkamer kijkt niet of de plannen deugdelijk zijn die zijn ingediend. Nou, wij kunnen die opdracht geven. Wij geven de opdracht wat ze moeten doen. Gemeenteraad bedoelt u? Ja, de gemeente. Dus wij geven de opdracht hoe het onderzoek in elkaar moet zitten. Ja. En wat wilt u dan passé onderzocht hebben? Ik wil onderzocht hebben, en als we de andere wegen gaan bewandelen, onderzocht hebben of die varianten die we allemaal in het verleden de revue zijn gepasseerd, of die wel op een correcte manier afgeserveerd zijn geworden. En dan zegt je, als dat niet gebeurt, moeten we andere wegen bewandelen. Ja. Welke wegen wil u dan gaan bewandelen? Wil u dat weten? Kijk, als de rekenkamer nee zou zeggen, maar dan moet je wel weer een meerderheid van de raad hebben. Dan heb je de gemeenterechtwet, artikel 155a, is het enquêterecht, daar kun je een commissie vanuit de raad samenstellen, die ook een onderzoek kan doen. Ja, maar dat zegt u zelf al, dan moet u meerderheid voor hem, die heeft u dus niet. Dus De 25e hadden we op een klein moment wel een meerderheid. Ja. Ja, als u het goed had Nee, dat gaat, nee, een meerderheid om het voorstel van die partijen voor te leggen aan de raad en het college. Ja. Alleen de VVD heeft de Judasrol vervuld. Heeft het eerste bij ons. Nee, dat heeft u al een paar keer die heeft, die heeft toen met het CDA en de VSP om tafel gezeten. Ja. En toen zijn ze in de achterkamertjes met meneer Douwen gekropen om een nieuwe coalitie samen te stellen. Maar we laten het hierbij. Wij zijn dus door onze tijd heen. Het is fijn dat u hier aanwezig hebt willen zijn, meneer Kleine, meneer Douwen. Meneer Kleine, bedankt voor het debat ook. Fijn dat u het debat niet uit de weg bent. En nogmaals, veel succes. U straks als wethouder en u als fractievoorzitter van VSP. Dames en heren, dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer weer bij Op de Bok.